in de Gelderopse wijk Koevering zouden een gloednieuwe woning krijgen na een maandenlange renovatie. Maar in plaats daarvan regent het klachten over hoe de schimmelplekken en achterstallig onderhoud zijn aangepakt. De asbest. Ja, ik kan niet zitten als asbest in hier. Ja, een jaar geleden was ik heel blij. Ik dacht, eindelijk word ik serieus genomen. Ze gaan iets doen aan de schimmel. Ze gaan het opknappen. Ze gaan het huisje maken zoals ze beloofd hebben. Maar ja, het is gewoon voor mij is het een grote nachtmerrie. 1-0 drama. Het is totaal geen woongenot. En het woongenot, dat draait er bij woonbedrijven om. Maar dat hebben wij al een jaar niet meer. Inmiddels hebben bewoners de handen ineengeslagen en de bewonerscommissie opgericht. Van de 100 opgeknapte woningen zouden er bij 60 fouten zijn gemaakt. En dat zit hem niet in de kleine dingen. Alles is mis. De tegeltjes staan scheef, de stroom is verkeerd geboord. Ze maken daar een gat. Maar uiteindelijk moeten ze aan de andere kant zijn. Het had geen nut. Ik ben boos, ik ben verdrietig. Ik voel me echt in de steek gelaten door woonbedrijf en ballast. Het ziet er mooi uit, maar als je echt daadwerkelijk gaat kijken, dan zeg je gewoon van, ja, een likje verf over schimmelplekken, dan los je het probleem niet mee op, want de schimmel die komt dadelijk terug. Ja, en dan wordt de woning die wordt betegeld. Nou, als je kijkt hoe dit betegeld is, een 5-jarige doet het beter. Nou, en dan moeten wij dan genoegen meenemen. Nee, dit kan zo niet. Corporatie Woonbedrijf betreurt de situatie en geeft inderdaad toe dat er klachten zijn die ze in overleg met bewoners zo snel mogelijk willen oplossen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.